Aan ga jij starten? Uh, de kans is wel aanwezig. Ja. Ja. Dat is een uh, verkorte ja. Nee, nog niet helemaal zeker, want uh, we hebben wat getraind vandaag. En uh, er, was een, uh, er was ook een optie dat ik ga spelen. Dus uh, ik zeg, de kans is aanwezig. Ben je er helemaal klaar voor? Of nemen jullie een klein risicootje met jou laten starten? Nee, Ik denk dat ik er wel klaar, klaar voor ben. Natuurlijk uh, kan je achteraf pas weer zeggen of het een risico was. Maar ik denk, uh, ik heb nu uh, drie keer wat minuten gemaakt met Jong. Uh, dus uh, wat dat betreft ben ik gewoon klaar voor een goede training gehad ook. Dus, uh... Ook gewoon 90 minuten? Ja, dat moet blijken. Ik heb natuurlijk niet uh, op dit niveau uh, nog volle 90 minuten gedaan. Maar uh, ja, als het niet gaat, dan gaat het niet verder. Maar uh, de intentie is wel om, uh, als ik ga starten, ik uh, wel volle bak uh, 90 minuten proberen te spelen. Ik sprak je in de winterstop, toen had je de hoop dat je eerder je Rantre zou maken. Nu ga je je Rantre maken. Voel je dan ook die druk dat er nu een vorm van een verwachtingspatroon bij jou ligt? Verwachting, pardon? Ja, nou ja, ik voel een bepaalde druk gewoon vanuit het team, zeg maar, omdat we gewoon moeten presteren. Dus uh, ja, als ik dan speel, dan, uh, dan voel ik die druk ook. En uh, ja, wij, wij moeten als club zijn, uh, zo snel nou mogelijk, uit die, uit die uh, onderste regio, sowieso de laatste plek. En uh, ja, dus ik voel zeker die druk. ja. Het is maar een getal, maar hoe komt zo'n 18e plek aan? Ja, dat is. Je wordt wel een beetje met, uh, met je neus op de feiten gedrukt, want het is gewoon, ja. Uh, we kunnen niet lagen. En uh, deze plek is gewoon uh, dramatisch voor uh, dramatische gevolgen voor de, voor, voor de club. Dus uh, hier moet echt zo snel mogelijk vanaf. Is deze plek terecht in jouw ogen? Ja, ja ik kan hem denk ik niet heel onterecht noemen. Nee. Hoe de, de... Hoe we de laatste wedstrijden, of tenminste het hele seizoen, eigenlijk uh, spelen. Heel veel, heel veel zofallig, slechte wedstrijden gespeeld. Maar ik zei ook al, er zijn nog een paar ploegen die, die, die ook in aanmerking komen. En uh, gelukkig staan we dus ook dicht bij elkaar. Dus wat dat betreft uh, kan, het, uh, kan het ook cijfers wisselen worden. Neem je dan deze week als aanvoerder ook het woord om te vertellen hoe het is om 18e te staan en jouw laatste ervaring met de 18e plek te vertellen? Nou, die, die worden zijn wel gevallen, niet per se door mij. Maar we hebben het natuurlijk wel uh, we hebben het ene meegemaakt en dat is uh, Stijn met ontslagen. En dat we toen ook uh, vanuit deze positie ons omhoog hebben geknokt. En uh, ja, daar houden we ook een beetje aan vast. Aardige reeks hè, toen? Toen hadden we volgens mij negen ongeslagen uh, hebben we even opgezocht. Dus uh, het zou mooi zijn als ditzelfde dit, uh, kamerwerkzellige. Hebben opgezocht, dus het leeft. Ja, tuurlijk leeft het. Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. Uh, we vinden het allemaal verschrikkelijk hoe, uh, hoe het er nu voor staat, maar uh, ja, we moeten het zo, wij moeten het oplossen. Is het in deze periode lastig om het beste in jezelf naar boven te halen? Ja, dat denk ik wel. Sowieso in een, in een moeilijk draaiend team is het altijd moeilijk om, ja, om het beste naar, je, uh, naar boven te halen. En dat, dat is bij ons zeker het geval. Zeker het zelfvertrouwen is niet hoog. Uh, uh, lastige duels, uh, ja, dat, dat speelt allemaal mee. Ja. Hoe doe je dat dan? <laughs> ja. Dat is altijd maar één ding. zeggen ze dat je elkaar moet werken en misschien simpel houden. Dat je wel als team elkaar helpen, maar ook simpele dingen niet te veel willen, zeg maar. Gewoon echt als team oplossen.